Grond mij verkoopt zijn monitoring business. Dat zijn, die geven certificaten af aan bouwbedrijven. Dat ze zeg maar, de zaken goed op orde heeft. Dat is een onderdeel van Ginger. En Ginger hebben ze in 2010 overgenomen. En heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Grond mij in een diep dal is gekomen. Het was een veel te dure overname en er was te weinig overlap. Dat was toen al bekend. 1/3 van de business was deze monitoring business en die gaan ze nu verkopen. Ik denk dat het een goede deal is. Dat hiermee een groot gedeelte van het zwarte hoofdstuk kan worden dichtgeslagen. Een ander deel was de telecom business, waar ook geen overlap mee is. Maar Ginger, de overname van Ginger, heeft ervoor gezorgd dat de balans van Grond mij enorm onder druk kwam te staan. Zeker toen de business als geheel tegenviel. En daar is eigenlijk alle ellende doorgekomen. De winstwaarschuwingen van dien, het nieuwe management, de herkapitalisatie. Maar het geeft wel aan dat het bedrijf zeg maar, deze ellende achter zich heeft. En naar de toekomst gaan kijken. Dat doen ze vandaag dus ook. Ze zeggen dat de resultaten over het afgelopen jaar goed zijn. Dat alles op orde is en op track is. Je ziet dat ook in de koersreactie, die is omhoog. Grond mij heeft het na de plaatsing van de aandelen al vrij goed gedaan. Ondanks het feit dat ze een heel groot gedeelte van hun business zit in de bouw en zit in de overheidsaanbestedingen. En daar gaat het toch erg moeilijk op. Dus het is een hele prestatie dat Grond mij deze targets kan, daadwerkelijk kan halen.